Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. En ja, ik film weer eens een keer met mijn iPhone. En ja, ik doe weer een keer een vlog. Maar dat komt omdat er de laatste tijd al wat minder vaak video's zijn gekomen. En ik probeer echt gewoon mijn best te doen om vaker video's te uploaden. Maar soms gaat dat gewoon niet omdat ik gewoon weer in het ziekenhuis lig. Ik word weer ziek in bla bla bla. En ja, je ziet het goed. Ik heb haar. Ik heb een nieuwe pruik. En ik vind hem echt heel erg mooi. En je kan er echt overal, je kan echt alles ermee doen. Het is gewoon, en het is van echt haar. En het is ook heel mooi lang. Dus degene die deze pruik met dit haar heeft laten knippen voor... Dus iemand zoals ik, heel erg bedankt. En ik hoop dat mensen het meer in de toekomst ook gaan doen. En misschien ga jij het nu wel doen omdat je deze vlog ziet. Het zou best wel gaaf zijn. Het hoeft natuurlijk niet. Het is geen verplichting of zo. Ik zeg het alleen eventjes. Maar ja, ik ben dus net een halve dag thuis. Nee, ik weet niet. Ik zeg maar gewoon een dag. Ja, dat komt omdat ik weer ziek werd en zo. En een heel lang verhaal. En ik heb er geen zin om over te praten. Dus ja, dat. En misschien valt het je op, maar mijn zonde zit nu aan de andere kant. Eerst zat hij in deze wang. En je ziet nog een klein beetje wit. Van het slangetje, maar ja, hij is dus eerder gisteren verwisseld en dat is echt niet fijn, dat zal ik je zeggen. Dus als je ooit de zon in moet, ik wens je veel succes, maar ja, dat is over mijn zonde en zo. En ik lig op bed, ja, op mijn buik, maar ja, mijn camera is nu eventjes aan het opladen. Dus daarom film ik dus met mijn mobiel. Maar vandaag ga ik waarschijnlijk met iemand afspreken. Misschien wordt het mijn BFF Luna. Misschien wordt het Marlies of iemand anders. Ik weet het nog niet. Maar ik denk dat ik sowieso wel ga afspreken met iemand. Want daar heb ik gewoon weer heel veel zin in. En ik heb het gewoon echt gemist. Om leuke dingen te doen. Dus misschien komen er wel leuke vlogs aan. En ja. Het is nu 11:30 geweest. En ik zit nog in mijn pyjama. Dus ik ga me zo even omkleden. En dan zal ik ook al even laten zien wat ik aan heb. En wat ik voor het afspreken ga doen. Is... editen. Ik moet nog heel veel dingen editen, maar ik wil het gewoon niet. Maar ja, ik vind het wel eventjes weer leuk om in tegen een camera te praten. Maar ik zie jullie zo weer. Ja. Voor jullie is het gewoon woosh en klaar. Maar ja, awkward. Ik ben nu aangekleed en ja, dit is mijn outfit. Ik heb zo'n blouseje aan. Ik zal wel even staan. Kijk, kan je het beter zien. En ik heb hem al echt super lang niet meer gedragen. Dus ik vind het ook wel echt een keer weer leuk om deze te dragen. Ik vond dat het... vroeger zo leuk met dit kraagje en zo. En dat vind ik nu nog steeds. Mocht je je afvragen. En nu ga ik eventjes mijn make-up doen. Want het is alweer 12:30. Dus we gaan ook zo eventjes lunchen. Ik zeg echt nooit lunchen. Maar ja, nu heb ik meestal wel dus. Dus ik ga nu even mijn make-up doen. En dan... ja,
zie ik het wel. Ik denk dat ik daarna wel eventjes ga editen. Ik heb net mijn make-up gedaan en het is inmiddels 2 uur. Maar ik heb ook nog andere dingetjes gedaan, geluncht en dat soort dingen. En ja, dit is mijn make-up. En zoals je ziet heb ik best wel mijn wenkbrauw bijgetekend. Maar dat komt omdat ik dat mooi vind. En ik wil gewoon een keertje een beetje wat vollere wenkbrauw. Omdat je meestal bij mij nog niet zo ziet. Want ze zijn nog in de groei, zeg maar. En ik heb blush en ja, je kunt niet zo goed zien. Een beetje mascara. Klein beetje maar. En ja, een beetje oogschaduw maar. Ja. En concealer en dat soort spul. Kijk. Dit is Moppie, mijn konijntje. Oh, moment hoor. Dus ik zie jullie zo. Maar ja, ik zie jullie zo. Maar laat nog eventjes in de comments weten wat jij van mijn pruik vindt. Wat je van mijn haar vindt. Ik heb liever dat jullie haar zeggen dan pruik, denk ik. Ja, dus ja, laat even beneden in de reacties achter wat jij hiervan vindt. En ja. Ik vlog nu weer met mijn camera. Dus ik ben daar eigenlijk ook best wel blij mee. En ik heb deze oorbelletjes hier gedaan. Ze zijn van de Ethos. Ik kan ze wel even laten zien. Want het zit in een ja, zo'n setje. Hij stelt niet meer zo goed scherp. Ik weet niet of iemand weet hoe je dat goed bij de instellingen kunt doen. Maar dat hij gewoon automatisch misschien ook wat sneller scherp stelt. Want dat zou ik op zich wel fijn vinden. Want dan moet ik of de hele tijd op het scherm tikken of de hele tijd gaan wachten. En daar heb ik niet zo zin in om de hele dag te, om dat de hele tijd te gaan doen, zeg maar. Maar het is echt warm zo, hè. Maar het is echt een super hete, warme dag. En ze zeiden ook zo van, ja, blijf maar gewoon binnen het meest of zo. Deze hittegolfdagen of wat dan ook. Want dat is beter voor je of het best voor je. Dus, nou ja. Ja, daarom zit ik nu al binnen. Maar misschien, misschien gaan we barbecuen. En, nee, dat vertel ik nadat ik even de oorbellen heb laten zien. Dit zijn de oorbellen. Het is een super schattig setje. Zo zien de oorbellen er dus uit. En je hebt een soort van mintgroen en die heb ik nu in. Je hebt blauw en je hebt gewoon roze. En ik vind het, ja, de perfecte kleurtjes. Ook sowieso voor de zomer en zo. Maar ook gewoon omdat ik die kleuren heel erg mooi vind en een beetje mijn lievelingskleurtjes zijn. En het voelt best wel gek om nu echt wel haar gewoon te voelen de hele tijd. Dat je dat natuurlijk niet gewend bent als je kaal bent. Maar ja, ik ja, vind het wel leuk. En ik kijk uit naar als ik weer een beetje haar krijg. Dus. En het is nu 2:30. Dus ik ga eventjes appen dat Marlies kan komen. Want Marlies die komt zo. En ik heb er echt heel, dan ook echt heel erg veel zin in om Marlies weer te zien. En sowieso de andere vriendinnen ook nog. Maar niemand kon. En Marlies dus uiteindelijk wel. Dus daar was ik heel erg blij mee. Dus wij gaan gewoon een beetje gezellig bijkletsen vooral. Maar ook gewoon leuke dingetjes doen. En ik denk dat ik ook wel ga vloggen als Marlies er is. Want ik wil gewoon een keer dat Marlies goed in de vlog is. Ik weet niet of Marlies het wil. Maar ze is wel eens in video's geweest. Dus ik neem aan van, ik zit ook weer echt een heel kletsverhaal te houden. Dus deze vlog zal ook echt wel weer of langer dan 10 minuten duren of zo. Dus dat wordt weer lekker editen voor mij. Oké, Marlies woont echt super dicht bij mijn huis. Dus, en dan zie ik jullie zo. Ik ben dus nu met Marlies. Hallo. En we hebben het al een beetje bijgekletst en dat soort dingen. Maar we hebben nog heel lang de tijd. Ja. En we zijn nu, oh, aan het live publieken.
En koekjes hoe aan dat het heet. Eten. Ja, let niet op de koekjes. Dus ja, je kan nu hoi zeggen als je op YouTube wil komen dan. Oh ja, want zij... Oké, laat maar. Sorry, ik was in de war. Dus oh. Ja, dan kom je op YouTube. En mijn YouTube kanaal is Laurentje. Mijn YouTube abonneer. Channel is Laurentje. Yay! Yay! Oké, doe nu maar uit. Wat, dit? Ja. Waarom? Oh, er komen, worden allemaal vragen gesteld. Oh, nou. We gaan nu eventjes mee verder. We zijn al een tijdje klaar met het live verlieren. Lekker op de zee. Maar wat gaan we zo doen? Dat weet ik niet. Kan maakt mij niet zoveel uit. Kunnen we misschien een video maken? Ja, kan misschien wel. Misschien een tag of zo. Of zo. Ja. Leuk. Dus ja, waarschijnlijk gaan we een video maken. Maar we gaan nog even brainstormen. Of hoe ze dat doen. Ja, voor wat, zeg maar. Ik heb niet zoveel te vertellen. Nee. Zal ik eigenlijk wel iets wel vertellen of laten zien? Ja, we hebben net... we hebben elkaar... Ja, voor ons gevoel, omdat we elkaar, zeg maar, normaal wel 2 keer per week zien. Ja. En dan zie je elkaar ongeveer een maand of zo niet. Ja. En dan heb je zoveel te vertellen. Maar ook als we elkaar 2 dagen niet zien, dan... Ja. Dan vertel je gewoon snel iets als je vlak bij elkaar woont. Maar ja, we gaan eens even kijken wat we gaan doen met de video. En als ze iets te vertellen hebben, filmen we het wel, denk ik. Nee, ja. Jij dan. Ik, ja. Nou, doei. We hebben net de video opgenomen. Ja. Een uurtje geleden, denk ik. Ja, zoiets. Maar hij is wel leuk geworden. Maar ja, ik ga zo barbecuen en daar heb ik zin in. En ik ga zo weer naar huis. En morgen gaat Monique hier... Ga bij mij nog een keer barbecuen. Dus daar heb ik ook zin in. Ik ook. Maar ik zal zo wel even alles filmen met de barbecue buiten en zo. Maar Marlies gaat zo naar huis en ik heb er geen zin in. Het was zo leuk. Ja, echt. Het was wel gezellig. Ja. Ik heb bijgeklet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. 咋咋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 咋
Vind je deze vlog leuk? En heb je lekker... Abonneer je dan onmiddellijk op deze geweldige vlog van Lauraatje. Vind je het lekkerste van? Ja. Goed zo. Het is nog te veel hoor. Ja. Het eten was heel lekker. Ja, zo. We hebben heerlijk gegeten. Het was heel erg gezellig. En ja, nu zit ik nog buiten. En ik ga nu een video bewerken. Dus ja. En ik heb nog een paar dingetjes gedaan en zo. Wat nog even moest. En Moppie, die zit ook heel erg lekker daar. Zie je zeg maar dat blauwe wat je ziet. Ik zal even, als het kan, wijzen met mijn vinger. Dat daar. Dat is zeg maar een soort van koeling. En ja, het is niet speciaal voor konijn of zo. Maar we hadden het gewoon in de vriezer. En we dachten, nou, het is fijn voor het konijn. Want dat is gewoon lekker koel voor haar. Want zij moet het natuurlijk ook niet overhit hebben of zo. En ja, ze ligt er dus heel erg lekker lang uit bij. Ik snap haar wel. Maar ja, dus ik ga eventjes nu mijn video's bewerken. Het is nu al 's avonds laat, maar ik sluit hierbij wel de vlog af. Want ja, ik ga nu ook gewoon naar binnen, zeg maar. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog/video. Doe nog zeker eventjes allemaal een blauw duimpje omhoog.
Vergeet ook zeker niet te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie snel weer bij de volgende video. Doei!